Mijn naam is Antje. Mijn droom is om mee te doen met de volgende Spelen. We kunnen wel zien, dat is jij. Vuile NSB'er! Ik wil niet dat Millie nog naar jullie toe gaat. Voor altijd beste vriendinnen? Voor altijd. Hey, hallo. Mijn naam is Antje. Ik kom uit Assen. Dat ligt in het oosten van het land. Afgelopen week zijn de Olympische Spelen afgelast. Flink balen, maar goed. Ikzelf ben toch nog te jong. Mijn droom is om mee te doen met de volgende Spelen. Ik ga voor niets minder dan die gouden plak. Tot die tijd, trainen, trainen, trainen. Ik doe een atletiek en hordenlopen is mijn sterkste onderdeel. Kennen jullie dat? Dat is een soort rennen en springen tegelijk, dus eigenlijk een soort vliegen. Vanaf nu film ik zoveel mogelijk van mijn leven. Van sportroutines tot mijn gekke vriendinnen. Dit is Millie, mijn absolute bestie. Zeg eens wat tegen de kijkers. 30 gouden medailles. Nou, kijk je mee? Volg me op weg naar de top. Dat daar is mijn vader, Dennis. Hij is te gek. Mijn beste vriend. Naast Millie dan. En op de bank mijn moeder, Gietje. Ze heeft een chronische buikziekte waardoor ze veel pijn heeft. Mijn vader kookt bijna altijd. Atletenvoedsel, veel eiwitten, vezels, vitamine, waar je gezonde spieren van krijgt. Hij is coach op de atletiekvereniging. Nogal betrokken. Vandaar. Via koeporden wisten de Nederlandse soldaten zich lange tijd te verzetten. Tot onze spijt is het onze jongens niet gelukt de vijand buiten te houden. Wat bedoelt ze, pap? De Duitsers komen dichterbij. Het wordt oorlog. De Duitsers dringen steeds verder ons land binnen. Kom. Ik heb een goed idee. Mijn vader wint me altijd op de vrolijke. Het idee van het kanaal was dus domme grapjes en sportroutines. Nou, lekker dan. Ze hebben het al heel de tijd over oorlog dit en oorlog dat. En nu is het gewoon echt zo. Oorlog in Assen. Mijn vader is dus beroepsmilitair. Dus dat betekent dat hij ook moet gaan vechten. En als je gaat vechten, kun je dus ook doodgaan. Maar nee, zo moet ik niet denken. Positief blijven. Net als papa altijd doet. Focus op mijn volgende doel. De volgende Spelen. Doe mee met mijn warming-up. Klaar. Heel goed. Een seconde sneller. Dat kan echt harder, Antje. Korte grondcontact. Je hangt nu te lang in de lucht. Je hebt echt al weken op getraind. Kom op. Dus, mijn vader als coach. Je zou denken dat hij voordelen, maar het is best zwaar. Hij heeft er een doel van gemaakt om mij een topsporter te maken. Toch, pap? Vuile NSB'er! Hey, rotzak! Hey, Jorrit, kom! Ik wil niet dat je nog trainen krijgt van deze landverrader. Kom. Pap, gaat het? Ja, prima, niks aan de hand. Wat ik nog niet verteld heb, is dat mijn vader bij de NSB zit. Weten jullie wat dat is? Precies, de Nationaal Socialistische Beweging. Het is een politieke partij die opkomt voor de armen. Ze willen meer banen, zodat er minder werkloosheid komt. Ik vind het ook echt iets voor mijn vader. Op de atletiekvereniging helpt hij ook altijd mensen die eigenlijk geen geld hebben. Dus dat mijn vader bekogeld werd met eieren, snap ik niet helemaal. Wat denken jullie? Laat het weten in de comments. Ik besloot het mijn vader toch nog maar een keer te vragen. Pap, vertel eens wat over de NSB.
De NSB is een politieke partij die zich inzet voor kansarmen. Dus ze zijn niet slecht? Slecht, nee. Het is net als met atletiek. Wil je de allerbeste worden, moet je eigenlijk al bij trainen rennen voor een gouden medaille. Elke centimeter in die eindeloos lijkende sprint wil je laten zien dat jij de beste bent. He, de sterkste bent. En er komt verzet. Mensen geloven je niet, laten je vallen. Maar jij blijft geloven in je doel. En dat is dat jij iets voor ogen hebt wat niemand nog kan zien. Totdat ze het gezien hebben. He? En dan zijn ze om. Dan begrijpen ze het opeens. Snap je? Ja. Ik snap het. Ik ben trots op je. Ook op jou, pap. Eigenlijk wil ik gezond eten. Voor sporten. Maar dit is wel echt een guilty pleasure. Millie en ik halen elke woensdag een warm stroopwafel. Antje? Mm-hmm. Wij zijn altijd eerlijk tegen elkaar, toch? Altijd. Nou, de NSB, waar jouw vader bij zit, die heeft dus wel iets tegen Joden. Tegen mij dus. Millie is Joods. Net als haar hele familie. Nee hoor. De NSB zet zich in voor kansarmen. Nou, mijn ouders zeggen het. Het stond ook in de krant. In sommige opzichten is de NSB net zoals Hitler, die ook iets tegen Joden heeft. Dat is toch onlogisch? Mijn vader gaat vechten. Als soldaat. Tegen Duitsland, tegen Hitler. Ook om jullie te beschermen. De NSB is niet tegen Joden. Oké. Ik laat alleen maar zeggen omdat je mijn beste vriendin bent. Mijn vader is dol op je. Ik weet het. Mijn vader is al een paar dagen weg. Geen idee waar naartoe. Mijn moeder weet het ook niet. We zijn bang dat het iets met de oorlog te maken heeft. Hey, hallo, het is Antje's verjaardag! Nou, gefeliciteerd, schat. Hij is best lekker. Blaas de kaarsjes uit? Ja, doe opschieten. Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is jij. De twee belangrijkste personen in mijn leven zijn er niet. Millie en mijn vader. Antje. Hallo, moeder van Millie. Is Millie thuis? Antje, ik wil niet dat Millie nog naar jullie toe gaat. Waarom niet? Omdat... Ik vind het heel erg, maar het kan niet. Is het omdat mijn vader bij de NSB zit? Je maakt het nou niet erger dan nodig. Millie is mijn hartsvriendin. En mijn vader die is dol op haar. Kan gewoon niet, klaar. Ga naar huis. Weet je... Als je aan oorlog denkt, dan denk je aan geweren en tanks en soldaten door de straat en gewonden en misschien zelfs wel doden. Maar het gekke is, eigenlijk blijft alles hetzelfde. Behalve dan dat papa er nu niet is. Maar voor de rest gaan de dagen gewoon door waar ze gebleven waren. En al is de sfeer in de stad anders dan normaal, dat wel... En als ik door het park loop, dat ik dan Duitsers ganzen zie voeren. Ganzen voeren. Niks tanks laden of bommen maken of geweren laden. Ze voeren ganzen en maken grapjes. Antje. Wat doe jij hier? Ik mis je echt heel erg. Dit staat allemaal helemaal nergens op. Ik mis je ook, maar als mijn moeder hier achterkomt, wordt ze woedend. Ja, dat maakt mij niet uit. Mijn vader is al een paar dagen weg. Waar naartoe? Weet ik niet. Wij gaan binnenkort ook weg. Waarheen? Ja, onderduiken. Ergens. Ik mag niet zeggen waar. Kom bij ons, we hebben echt een enorm grote zolder. En dan maak ik elke dag een bijtenbed voor jullie. Antje, je bent
vader is een speler. Ik ben een jood. Nou en? Het is niet dat mijn vader je gaat aangeven of zo. Zo is hij niet. Ik moet gaan. Millie? Ja? Voor altijd beste vriendinnen? Voor altijd. Pas goed op jezelf. Ik weet het even niet meer. Wat denken jullie? Is mijn vader goed of fout? Laat het weten in de reacties. Oh, en leuk dat je hebt gekeken. Geef een like als je dat vond. En vergeet niet te abonneren. Snel meer. Doei!